Weet je wat de acteurs van Friends verdienden? Nou? De acteurs van Friends verdienden met de serie en de reclame ongeveer 90 miljoen opgeteld. 90 miljoen? Maar merk je hoe saai het is om over geld te praten? Veel leuker is het om te praten over hoe we hebben kunnen lachen om die hele serie. En dat het fijn was dat het bestond. En hoe belangrijk die figuren voor een moment voor ons konden zijn. Dat er stukken tekst zijn die we kunnen napraten. En dat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet gaat dat je onmogelijk veel geld ergens verdient. Want Matthew Perry, die was bekend, bewonderd, hij was schatrijk. Maar vaak doodongelukkig. Hij was alcoholist, verslaafd aan allerlei drugs. Altijd op zoek naar waar die kon verdwijnen. Geen gevoel voor hoeveel mensen van hem wilden houden. Hij was dodelijk onzeker. Altijd bang om niet aardig gevonden te worden. Altijd proberen anderen aan het lachen te krijgen. Maar geen idee wat hij voor mensen betekende. Geen enkele zin om dingen door te berekenen. Het heeft geen zin om dingen door te berekenen. Je hoeft van heel veel niet meer. Behalve van liefde, van vriendschap, friends. Van zien dat mensen van je houden en dat je je daaraan over durft te geven. En dat je kunt spelen met mensen die jou vertrouwen. En dat ze je af en toe bellen en dat je iets mag vertellen. Dat vind ik pas onbetaalbaar. Mooie dag, jongens. Dankjewel, Peter. En jij ook een mooie dag.